Bij de voorzitting van het 8 december strafproces vandaag is de zaak tegen Harvey Narendorp en John Harjo Prayitnov behandeld. Volgens advocaat Hugo Esset is deze zaak een vervolg van de vorige zitting, waarbij de centrale vraag was of de rechter bevoegd is en of het Openbaar Ministerie ontvankelijk is. Volgens Esset hebben de raadslieden Erwin Kanhai en John Kraag een stevig verweer gevoerd voor hun cliënten. Erop neerkomen dat ze van oordeel zijn dat er zowel bij de kennisgeving van verdere vervolging als bij de dagvaarding van de verdachten fouten zijn gemaakt die tot gevolg zouden moeten hebben dat dagvaarding in ieder geval nietig beschouwd moet worden. En verder hebben beide zich ook beroepen op dat het Openbaar Ministerie in de loop der jaren van standpunt gewijzigd is met betrekking tot de vraag welke rechter eigenlijk bevoegd is. Is het nou de krijgsraad die bevoegd is om deze twee verdachten te vervolgen? Is het de krijgsraad of is het de kantonrechter in het tweede kanton? En ze hebben erop gewezen dat het OM in de loop der tijd verschillende standpunten heeft ingenomen en dat dus het Openbaar Ministerie, laat me het eenvoudig zeggen, daardoor het recht om te vervolgen heeft verspeeld. En het derde punt dat gespeeld heeft in de verweren is de kwestie van de amnestiewet al of niet buiten toepassing gesteld door de krijgsraad en of het Openbaar Ministerie zich daarop dan kan beroepen of niet. Het Openbaar Ministerie heeft ook van haar zijde een stevig antwoord gegeven op de verweren en de kantonrechter heeft beslist dat op 29 januari, als ik het goed heb, 25 januari om 9 uur zij vonnis gaat wijzen. Dat betekent volgens Esset dat er een vonnis komt over de vraag of het Openbaar Ministerie ontvankelijk is en over de vraag of de rechter van het Tweede Kanton de bevoegde rechter is. Indien de rechter deze vragen positief beantwoordt, zal er dan overgegaan worden tot de inhoudelijke behandeling van de zaken, zegt Esset. Van de zaken, want tot nu toe is de betrokkenheid van de personen, zoals het Openbaar Ministerie dat in de dagvaarding heeft verwoord, die betrokkenheid is nog niet aan de orde geweest. Slechts aan de orde is geweest de vraag, is het Openbaar Ministerie ontvankelijk en is de rechter al of niet bevoegd? En op die twee vragen zal zeer waarschijnlijk dus op 25 januari om 9 uur door de rechter geantwoord worden. Althans zal de rechter haar beslissing geven. Ik denk dat u deze zaken geheel los van elkaar moet zien. Het is een andere rechter, het is weliswaar hetzelfde misdrijf dat, waarvan de personen verdacht worden, maar het is een andere rechter. En in deze zaak moet de inhoudelijke behandeling nog gaan plaatsvinden. En we hebben helemaal geen idee hoeveel tijd daarmee gemoeid zal gaan. Je zou geneigd zijn te kunnen zeggen dat door een aantal omstandigheden het in deze niet zo lang hoeft te duren, zo lang als bij de krijgsraad. Mijn inschatting is dat dit proces niet vooruit zal lopen op de beslissing van de krijgsraad. Dat is mijn inschatting. Dus met andere woorden, als de krijgsraad een beslissing gaat geven in de zaak van de verdachten die voor de krijgsraad terecht staan, dan zal in deze zaak men nog niet zo ver zijn om daarin ook al vonnis te geven. Dus ik denk dat de zaak van de krijgsraad eerst aan de orde komt en dat er daarna in tijd gesproken in deze zaak van de stad komen. Aldus Hugo Esset, raadsman van de nabestaanden van de 8 december slachtoffers. Het 8 december strafproces wordt op vrijdag 25 januari voortgezet.